Een hele, hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. Zoals jullie zien, ik ben wakker en het is 6:30 nu. Ik was om 6:30 al wakker. Ik ben nu een uurtje wakker. En wij moeten vandaag werken. En met wij bedoel ik Vint en ik. En natuurlijk ook heel veel andere mensen. Gisteren was het weer eigenlijk 32, 33 graden buiten. Binnen was het 30 graden geworden. Ja, en dan probeer je maar te kijken hoe je dan gaat afkoelen. Haast niet te doen in zoiets. Ik heb tegen de buurvrouw eigenlijk gezegd van, laten we een keertje gaan zwemmen, want dit is niet te doen. En zij heeft gezegd, is goed, dan gaan we gewoon ergens heen. Ik weet nog niet zo goed waar, maar dat komt nog wel. En we gaan kijken of we eerder weg mogen van werk, wat ze hun gaan zeggen. Dus het wordt eventjes afzien. Denk ik, want we hebben geen airco op het werk en ook geen ventilator. Het zou te veel stroom kosten of zo. Geen idee waar je die logica vandaan haalt, maar het wordt afzien. Dus, wish me luck. Ja, ik heb ook mijn haar vast. Het ziet er niet uit voor mijn gevoel. Maar hey, veel mensen moet je zeggen, dat moet je vaker doen. Nou ja, liever niet. Ik doe het alleen in de zomer. Want ik vind het een verschrikking, mijn haar vast. Dus, wish me luck. En ook Vince natuurlijk. Misschien wel ik om 12:30 weg. Ik heb nog geen idee. Maar we zien wel. Dus bij deze, tot strakkies. Nee. Niet scherp? Nee, nu wel. Ja, nu is hij scherp. Yay! Nou, Vince en ik zijn eerder thuis. Ja, Vince is sowieso eerder thuis omdat hij tot 2 uur werkt. Maar we kregen op werk te horen dat iedereen op het werk om 2 uur naar huis mocht. Dus wij zijn lekker thuis nu. Vanwege de warmte. Vanwege de warmte, ja tuurlijk, dat snappen we. Maar ik zei het vanmorgen al, misschien mogen we vanwege de warmte eerder weg. En dat mocht ook. Volgens mij was het vorig jaar om 1 uur. Maar toen was het ook bijna 40 graden, was het echt niet meer te houden. Binnen is het nu 30 graden, dus we gaan lekker rustig aan doen weer. Ik ga kijken wat ik ga doen. Ik heb alleen maar de balkondeuren achter open gedaan. En ik hoop dat dat een beetje gaat afkoelen, want het is best benauwd buiten. En, ja, en, Vins gaat koken vandaag. Hé Vins? Jij gaat koken vandaag. Ja, goed hè. Ja, je moet. Het is maandag, ja? Jouw kookdag. En wat gaan we eten? Nou, ik heb wel wat vegetarische vleeswaren, zeg maar, hoe het ook mag heten. Ja, kipstukjes, dat volgens mij niet gezegd worden. Ja, die kennen we niet. Ja, er is iemand die we kennen die wil niet dat we vegetarische kipstukjes zeggen, want het is geen kip, maar vegetarisch. Nou ja, lekker boeien. Maar Vince gaat dat vandaag koken met wat groenten. We hebben geen aardappels, dus we moeten maar even kijken met de extra hoeveelheid groente. Dus, wij zeggen alvast tot straks! Tot straks. Op dit soort momenten ben ik eigenlijk heel erg blij met Vince. Hij kan overzicht zien en ik niet. Ik heb daar veel moeite mee. Want het is me toch een enorme puinzooi hier in de keuken zelf. Ik heb echt van waar moet alles nu? Ik raak er van een beetje in de paniek of zoiets, hoe je het ook mag noemen. Heel erg koekoek. Maar dit is het dus. En hierdoor weet ik het dus echt niet meer. En dan heb je Vince die iets heeft van. Die zegt dan vaak tegen mij. Ruimers op. Wat zeg je? Ruimers spul op. Hahaha. Nee, jij houdt me vaak rustig door te zeggen van kijk, dat moet gewoon zo en zo. Ja. Maar ik zie het echt niet meer. Ik weet dan gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik kan nog gelijk al wat gaan maken, bakken, maar omdat het elektrisch kookplaat is, wordt het snel warm, maar dat ben ik niet gewend als gewend. Meer gasrestaurant, gaspit. Ja, tegenwoordig moet iedereen over op elektrisch en weet ik het allemaal. Maar dit is dus het probleem voor mij. Ik heb geen overzicht meer erop dat ik het niet meer weet. Ik vraag me toch echt af waar alle borden zijn gebleven. Ze zullen vast onder die berg liggen. En een tijdje geleden had ik dit opgeruimd, maar ik maak er zelf weer een puinzooi van doordat ik alles weer aan het zoeken ben. Dus dat ga ik ook weer opruimen. En dan schrijf je alles aan de kant? Nee. En met de kant schrijf je dat rijden hierop. Dat maak jij ervan. Nee, niet waar. Je bent gemeen. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is dus eigenlijk van dat ik dit kitje ga opruimen als het niet zo heet is buiten. Oh, wat viel er? Nee. Ah, niks aan de hand.
Maar goed, dat ga ik dus doen. Hè? Je onderbreekt me steeds, ja. Weet ik niet. Dat mag je zelf bepalen. We hebben knoflook eieren gestampt gesneden. Nee, dat hebben we niet, Vince. Jammer, joh. Wat zeg je? Wil je dat even gaan doen dan? Maar eerst... Je kan ook de knoflookpoeder en uienpoeder gebruiken. Die hebben we ook. Oh, ik wil hem dit eten. Coolie quick. Ja, dan kun je dat met deze doen en deze erbij. Mm-hmm. Dit bedoel ik dus. Coolie quick. En dan kan Vince laten zien wat die coolie quick is. Coolie quick, weet ik hoe je het moet noemen. Dat is dat dus. Dan moet je bij blijven staan om dat te koken. Dat kun je trouwens bij de Action kopen, dit. Als, dus binnen 7 minuten klaar. Dus moet je even kijken wat sneller klaar is eigenlijk. Dus succes met koken dadelijk, Vince. Want het is jouw dag vandaag. Maandag is vegetarische dag. En dan ben jij vegetarisch. En ik doe automatisch mee. Want ik heb geen zin om 2 pannen apart te maken. Daar heb ik nooit zoveel zin in. Eén met vlees en de andere zonder vlees. Wat hè? Jij bent de kok vandaag, Vince. Als je kikkererwt erbij wil, dan doe je dat. Kijk, Vince pakt nu kikkererwten. Heel lekker. Ja, dat koop je weer in de supermarkt. Vince, als jij dat wil, dan maak je dat. Het is jouw dag vandaag. Maar misschien moet je eerst opruimen in plaats van allemaal eten te pakken. Ik wil nog even kijken hoor, wat ik allemaal kan maken. Nou, is dat het geschiedenis? Nou, ik kom niet meer op mijn woorden. Ik eten of ik kan kikkererwten. Doe coolie quick maar. Wat zegt u? Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak. Ja hoor, Vince. En mij zien jullie strakjes weer. Doei. Hoi. Hoi. Ga weg met die camera. Ik ga weg met die camera.